Andy is een kind dat het moeilijk heeft thuis. En die emoties neemt hij mee in de klas. Rustig. Het is goed dat je rustig bent. Doordat hij intelligent is, weet hij ook meer over de thuissituatie. En maakt dat hem verdrietig, denk ik. Ja, dat is ook zo'n kind dat je meeneemt naar huis en dan... Kom hier tot rust. Andy, dan blijf je hier. Jullie gaan zitten. Andy weer al problemen, hè, ja. Ik weet het niet meer. Bij kinderen die moeilijker hebben, omwille van een moeilijke thuissituatie, is net die band met de leerkracht cruciaal. De tools die je daarvoor kan gebruiken om die hechting nog wat beter te laten verlopen, die tools brengen we in de kleuterklas om te werken aan die betere hechting tussen leerkrachten en kinderen. Ik ben Jelke, aangenaam. Caroline, hallo. Ik ben Mai, hallo. We hebben Jelke gevolgd via videoopnames. Nu zijn we hier vandaag in de regenboog om samen met Jelke naar die videoopnames te kijken en haar wat tips te geven. Oké, dan gaan we beginnen met de begroetingen aan de deur, hè? Oké? Goed. Dag verder. Goedemorgen. Goed geslapen? Ja. Jij bent de eerste. Goedemorgen. Dag Rafael. Gelukkige verjaardag. Proficiat. Je mag de mand in de kring zetten en uw kroon ligt op mijn bureau. Dag Anne-Lore, goedemorgen. Huh? Goedemorgen. Ja. Jelke, je ziet die beelden nu voor het eerst. Ja. Wat vind je zelf wat je ziet? Ik probeer precies wel tegen iedereen te begroeten, afzonderlijk. Ja. Ja. Ja, ik stond er zelf niet bij stil dat ik zoveel... Ja, de kinderen aanraken en zo. Dus dat is eigenlijk inderdaad de basis van een goede band met kinderen opbouwen. Dat je iedereen het gevoel geeft van je bent het waard. Om hallo tegen te zeggen, je bent welkom, ik zie jou. Dat heet eigenlijk de ABC of Love. Hè. Nina Klein heeft daar een heel onderzoek over gedaan welke 7 basiselementen nodig zijn. En glimlachen, aanraken, oogcontact, dat zijn eigenlijk zo die basiselementen van... Ja, of love, hè. Van ik zie u graag, welkom op school. En ook mooie chop. Hier zie je eigenlijk heel mooi hoe je ook de overgang van thuis naar school vergemakkelijkt. Door de kleuter die het wat moeilijk heeft, hè, die wil precies nog niet de mama loslaten. Ja, ja. Hè. Je neemt die mooi in de arm, je neemt die over en dan neem je haar even dichtbij, bij jou op schoot. En het is mij soms heel kleine dingen, een aanraking, een knuffel, dat je een groot verschil maakt voor die kinderen bij het begin van een dag. Goedemorgen, dag Andy. Oh, is het een moeilijke dag? Dat scheelt, hè. Ga je het omhoog hangen? Zet u eventjes bij Kikker te rusten. Kijk, hier in dit fragment zie jij direct dat het zijn dag niet was. Hier toon je echt sensitiviteit. Je merkt de gevoelens van de kleuter op en dan reageer je er ook gepast op. Was het niet leuk bij mama? Kan eens gebeuren, hè. Ik wou dat het niet leuk was. Wil je er straks met mij eens over praten? Terwijl de anderen aan het turnen zijn? Ja? Ga je even mee in de kring de verjaardag vieren? Nee, hij schudde zijn hoofd, dus dan dacht ik oké, ik laat hem gewoon. Dan heb ik ook de afspraak met hem gemaakt om tijdens de turnles met hem te praten over het weekend. Omdat ik voelde dat het was omdat er dit weekend iets gebeurd was of slecht opgestaan. En dat vond hij goed. Wie is er niet vandaag? Farou. En? Amir. Symbooltjes eraf halen. Andy is er. Ja, dat weten we.
Sommige kleuters hebben nood aan wat extra warmte en aandacht. Andere kleuters hebben heel veel nood aan structuur. Andere kleuters hebben nood aan hulp, want ze zijn eigenlijk heel onzeker. En hebben heel gemakkelijk, ik kan het niet, juf. En het is eigenlijk de kunst van een leerkracht om die relationele behoeften van die verschillende kleuters in haar klas te gaan achterhalen. Op dit moment doe je dat eigenlijk onbewust. Hè. Je voelt aan, waar heeft hij nu in relatie tot mij nood aan? Hè. Wat kan ik als leerkracht nu voor hem betekenen? Wat scheelt er, Andy? Ik moet op de stoel. Op welke stoel? Op de stoel bij je stoel. Was het deze ochtend dat je op de stoute stoel moest? Ja. En daarom ben je nu een beetje verdrietig. En je weet niet meer waarom je op de stoute stoel moest. Je bent boos, ja, dat zal wel. Ik zou ook niet graag op een stoute stoel zitten. Wat we hier zien is dat Andy eigenlijk een kind is al zich vrij bewust is van zijn emoties. Hè. Jij zegt van, was je dan verdrietig? Hè? Je probeert dus zijn gevoelens naar boven te halen. Maar hij zegt, nee, ik was eigenlijk boos. Ja. Dat is bijzonder knap voor een kleuter. En dat is ook echt iets wat ze leren, ook in de kleuterperiode. Ja. Zeg, en hoe was het dan dit weekend bij mama? Niet zo leuk. Hoe kwam het? Daarom ben ik verdrietig, omdat mijn mama altijd weg is. Ja. Dat is niet leuk, hè, als je mama er niet altijd is. Nee. Hier benoemt hij zelf zijn gevoelens. Hè, en jij spiegelt dat door gewoon die letterlijk te herhalen. Daardoor geef je hem ook het gevoel van, ik heb jou heel goed gehoord. Ik weet dat dat voor jou echt niet gemakkelijk is. Nog 4 keer slapen. En dan ga je mama alweer zien. 4 keer. Ik zal straks cijfertjes op bord zetten. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Kijk, we zullen het al op bord gaan zetten. En dan doe ik elke dag een cijfertje weg tot zolang is het nog slapen bij mama. Ga je mee? Bij kinderen die moeilijker hebben, omwille van een moeilijke thuissituatie, is net die band met de leerkracht cruciaal. Een warme band kan eigenlijk ervoor zorgen dat die kleuters toch op een goede manier verder ontwikkelen of zich goed in hun vel voelen. Als de band daarentegen minder goed is, kan dat er eigenlijk juist voor zorgen dat die kleuters hun probleemgedrag verergert. Ik zal van de nul een zonnetje maken. Ja. Zo. En dan elke dag doen we een cijfertje weg. Oké? Andy is een kleuter die het echt moeilijk heeft thuis. Hij toont het ook met zijn gedrag dat hij het moeilijk heeft. Wat jij dan doet, is hem eigenlijk oplossingen aanbieden of manieren geven om zijn emoties beter te kunnen controleren. Bijvoorbeeld het rustbankje. En hier zie je ook heel mooi dat je hem helpt aftellen tot het moment waarop dat hij zijn mama mag zien. Heel belangrijk, je geeft hem zo perspectief, iets om naar uit te kijken eigenlijk. En je helpt hem ook zo om zijn gedrag beter te reguleren. Maar ga je nu met meester Stijn gaan turnen? Ja. Je bent zowel bij hem warm, als je geeft ook structuur. En kinderen die moeite hebben in hun gedrag, voor wie dat er ook emotionele problemen zijn, hebben daar aan beide heel veel nood aan. Zowel de warmte, als ook de structuur van kijk, dit zijn de regels en daar gaan we ons aan houden. Ja, je bent de winnaar! Goed zo! Nu moet jij de truc maken. Nee! Adam is een kind dat altijd tussen de, hoe zeg je dat, de mazen van het net glipt. Je merkt hem niet op en ja, hij is er wel, dus ik ga hem toch meer proberen te betrekken. We gaan een verkeerslicht knutsen. Okidokie. Maar eigenlijk doet hij alles gewoon vanzelf, die vraagt geen hulp, dat lukt perfect, dus ja. Is het voor mij ook niet altijd gemakkelijk om erbij na te denken van Adam is hier ook, omdat hij eigenlijk alles uitvoert zoals het moet en eerder aan de stille kant is. Eerst erop zetten, rondgaan. Oké, Adam. Een kleuter die niet zo erg opvalt. Hij doet eigenlijk altijd braaf wat je vraagt dat hij doet. Je geeft zelf eigenlijk in het begin een beetje aan van hij is zo onopvallend of hij is zo braaf dat ik eigenlijk misschien niet echt een connectie of een band met hem voel. Adam, dat is een schaar als je met je linkerhand knipt. Dus je neemt zo een schaar. Zie jij daar
een betere band ontstaan? Of wat denk jij zelf als je naar dit fragment kijkt? Ja, nu dat ik er naar kijk, merk ik wel op dat hij vaak wel naar mij kijkt. En als ik tegen iemand anders iets zeg, dan kijkt hij eens naar mij. Of, maar ja, hij spreekt nog niet spontaan van, kijk juf, het is klaar. Of wat moet ik nu doen? Ja. Dus dat mis ik nog precies een beetje. Maar misschien is dat zijn karakter, ik weet het niet. Vouw je blad in twee. Ja. Vouw je lijntje. De soort connectie dat je maakt, of de soort verbinding dat er is, is heel vaak jij die zegt, nu gaan we dat doen. Ja, je pakt de juiste schaar, zet je bekertje er rond, je vertelt wat je moet doen. We noemen dat de leerkracht heeft de bal in handen. Maar wat we met samenspel willen doen, is eigenlijk in plaats van dat jij instructies gaat geven, ga je eens de bal aan de kleuter geven, Adam in dit geval. En dan gaat jouw rol helemaal veranderen. In plaats van dat jij gaat sturen wat er moet gebeuren, ga je eens nadoen wat hij doet. Zonder woorden, gewoon imiteren. Hij pakt die blokjes, jij pakt wat blokjes hier, hij begint te knippen, jij gaat een beetje knippen. Dus je volgt zijn gedrag. Wat je daar nog bij kan doen, is beschrijven wat hij doet. Dus non-verbaal imiteren, gewoon nadoen, en verbaal imiteren. We hopen dat als je zo zijn gedrag gaat imiteren, dat hij nog meer naar je toe gaat komen en dat hij zich meer een deel van de klas gaat voelen. Dat verwachten we eigenlijk dat er gaat gebeuren met Adam. Als je de trein wilt nemen, ga je je verkleden in de huishoek. Maar wij moeten eerst een ticketje kopen. En dat kan je doen in het loket. We gaan samen eens gaan kijken. Kleuterleidsters spelen vaak wel in de klas, maar vaak sturend, hè, zodat ze veel bijleren. Dat is heel goed dat dat gebeurt. Maar kleuterleidsters kunnen het spel ook inzetten als tool om te werken aan de leerkracht-kindrelatie. Naar waar gaan we nu rijden? Naar het boekstaat. Oké, dan moet de conducteur fluiten op zijn fluitje. Dan moeten ze een iets wat andere houding aannemen. Dan moeten ze meer het spel van het kind gaan volgen. En dat brengt een heel andere dynamiek in het spel en in het contact tussen leerkracht en kind. Naar waar moet jij, meneer? Sommige kleuters hebben niet graag dat de leerkracht te nabij komt. Dan is het opnieuw belangrijk als leerkracht dat je sensitiviteit gebruikt. Dat je goed kijkt naar de kleuter, ziet hoe hij reageert op het meespelen. En ofwel daarmee verder doet, ofwel stopt. Het kost 8 euro, alstublieft. Opruimen, het is middag. Voor de middag hadden de kinderen opgeruimd. We gingen naar de kring. En dan is er blijkbaar een incident gebeurd. Ik heb het zelf niet gezien, want ik stond beneden. De juf is in de kring, je stopt alles weg. Oei, wat scheelt er? Waarom doe je dat? Maak het goed met Zoe. Maak het goed met Zoe. Sorry, Zoe. Kijk in haar ogen. Ja, hij weigerde. Dus ik zei van, ga naar beneden. Hij wou niet. Dus heb ik hem naar beneden moeten sleuren eigenlijk. Ga je sorry zeggen? Andy, ga je sorry zeggen? Nee? Oké, dan ga je naar beneden. Laat het deksel er maar op staan. Zet je bijkikkertje rust. Kom hier tot rust. Andy, dan blijf je hier. Jullie gaan zitten. Hij weet ook dat al de kinderen staan mee te kijken. En je wilt niet boos worden, want dan maakt het alleen erger. Waarom doe je nu zo? Ga je sorry zeggen tegen Zoe? Ga je sorry zeggen? Nee. Dan blijf je hier. Dat is een afspraak, Andy. Dat is een afspraak. Oké? Okay? Nee. Je kan niet naar boven als je niet sorry zegt tegen Zoe. Nee. Het is middag.
kunnen we het spelletje niet doen. Je komt allemaal naar beneden. Plassen, handen wassen en brooddozen in de bak. Misschien was het een beetje cru om te zeggen van door Andy kan de activiteit niet doorgaan, denk ik nu. Maar op dat moment was hij eigenlijk echt... Ja, ik was wel boos. Voilà. Ja, je was ook op, hè. Ja. Leerkrachten doen enorm veel aan emotionele arbeid. Ze leren hun eigen emoties, soms ook hun negatieve emoties, te onderdrukken, omdat ja, de klas moet wel verder gemanaged worden. Gelukkig dat het middag eigenlijk was, voor hem af te koelen, maar... Ja... Geen enkele interventie is op dat moment goed, behalve dat hij moet rustig worden. En inderdaad zorgen dat hij zichzelf geen pijn doet, dat hij geen materiaal kapot maakt, of toch zo weinig mogelijk, dat hij andere kinderen geen pijn doet. Dat is wat je op dat moment eigenlijk kan doen. En dat doe je, hè. Je pakt hem uit die kring en oké. Wat ik over dat voorgaand fragment ook nog wil zeggen is dat je super consequent bent. Jij verwacht, je zegt sorry. En als dat niet het geval is, dan is die consequentie en je houdt dat aan. Ja, het is de beste manier voor Andy om te leren wat kan en wat kan niet. Ben je kalmer? Nee. Nee? Ga je bij Kikkertje rust even zitten? Nee. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Wat wil je doen? Niks. Wil je naar een liedje luisteren? Ik ga de computer opzetten. Wat hier ook heel mooi is, is dat je naast hem gaat zitten om samen rustig te worden. Zo geef je hem ook echt de nabijheid op het moment dat hij ze eigenlijk het meeste nodig heeft. Ja. Dat is een tof liedje, hè? Gaan we nu eens bij Kikkertje rust gaan? Waarom was je nu zo boos? Dus Ernest was boos omdat hij een keer de stuur wou hebben. Dan was het... In de trein bedoel je dan? Ja. Hij lachte toen ik met pijn gedaan had. Ernest lachte, ja. En okay. Dan? Het is belangrijk om altijd in je achterhoofd te houden. Misschien heb ik niet alles gezien. Of misschien spelen er ook andere dingen. Ja. Plus ook van, hoe voel ik mij ten opzichte van de kleuter? Misschien ga je zeggen van, ah ja, natuurlijk is het Andy. Want Andy is altijd lastig. Ja. Dat is moeilijk. Ja. Om je daarvan los te komen, dat is wel belangrijk. Ja. Dat vond je niet leuk. Nee, ik zou dat ook niet leuk vinden, dat is waar. Nu weet je ook van, dat was er dus gebeurd. En zo weet hij ook dat hij zijn verhaal toch mag doen en dat hij ook niet in de rol van zondebok wordt gezet door jou. Maar ik zou wel graag hebben dat je tegen Zoe dan sorry zegt. Want zij kon er eigenlijk niet aan doen. Hè. Ga je dat straks doen? Beloofd? En als je nog eens zo boos bent, ga je dan gewoon direct naar hier komen? Of dan dat filmpje opzetten. Maar ik vind dat niet leuk dat ik jou zo naar beneden moet sleuren. Dat doet pijn aan mijn armen en aan mijn rug. En ik word dan verdrietig. Dat is niet zo leuk voor mij, snap je dat? En ga je die verf ook eerst oprapen. Straks kunnen we niet meer schilderen. Hier ga je ook expliciet jouw gevoelens gaan benoemen naar hem toe. Dat hij ook leert van wat ik doe heeft ook impact op jou, hè? Op mijn leerkracht. Dat is heel belangrijk ook voor hem om zijn empathie te stimuleren. Dus het is supergoed dat je dat hier doet. Ook heel mooi is dat je nog eens de afspraken herhaalt. Hè? Van ja, oké, we gaan nu weg, maar je moet wel sorry zeggen. Ja? Want ze kon er niet aan doen. En je moet ook wel opruimen. Ik wil wel dat je het opruimt. Hier moet hij eigenlijk zijn fout herstellen. Ja, en heel mooi ook is dat je hem hierbij helpt. Hij hoeft het niet alleen te doen. Ga je nu je brooddoos gaan nemen? Ik zal meegaan naar de eetzaal dan. Nieuwe dag. Ja, er zijn er nog een paar die een fotootje moeten meebrengen. Ja, Israëla? Ga je het wegsteken, Andy? Steek het in je broekzak. Dus deze ochtend in de kring had Andy een soort van snoepjes in zijn handen. Ik had al gezegd dat hij dat moest wegstoppen, maar hij had het terug in zijn handen, dus had ik het afgenomen. Ik had gezegd dat je het moest wegstoppen, je luistert niet. Dan krijg je het vanavond. En dan wou hij niet op de bankjes gaan zitten. Dus had ik gezegd, zet u neer. Wat scheelt er? Is voor die muntjes? Wat is er dan? Ga zitten. Ga zitten. Oké?
Wat wil je dan doen? Recht staan? Dat gaat niet. Als iedereen recht staat, dat gaat niet. Dus jij gaat nu zitten. Zet je neer. Nee, ik wil niet. Dan moet je naar beneden gaan. Allee, weer hetzelfde. Voel je je boos worden? Ga je bij Kikkertje Rust aan gaan? Dan ga je zitten. Dan ga je naar beneden. Kom al. Meester Frederik is de zesleerkracht, dus die komt enkele uren in de week ondersteunen in de klas. Wie lacht, draag ik ook naar beneden. Ayoub, ik vind dat niet grappig. Helemaal niet zelfs. Klaar, Marleen? Wat we hier heel erg aanraden is, hè, zet hem naast jou. Als je op zo'n moment naast hem zit, dan kan je die eigenlijk heel rustig afpakken. Je krijgt ze zelfs terug weg en we gaan verder met het gebeuren. Je krijgt aandacht. Hè, ik kan de regels duidelijk maken, maar niet van op een afstand van oh, je moet van hieruit luisteren naar mij. Hè, dus die nabijheid kan je soms ook letterlijk creëren door ze echt naast je te zetten. Wat ook heel mooi was hier, is ondanks dat je heel boos was hè, toen dat hij naar beneden werd gebracht, dat je toch zei, nee, we lachen niet met hem. Ja. Hè? Dat was ook heel duidelijk, ook naar de andere kinderen toe, van hey, het is niet omdat iemand een moeilijk momentje heeft of dat er iets voorvalt, dat je met hem moet lachen. Het is ook heel belangrijk, hè, omdat de relatie leerkracht-kind hè, ook voor de andere kinderen een spiegel is. Hè? Als jij je goed voelt bij een kleuter, en je toont dat, dan gaan de andere kleuters zich ook beter voelen bij die kleuter. Ja. Dus het is heel belangrijk dat jij als leerkracht ook daarin een voorbeeldfunctie hebt. Het is een klein subtiel momentje, maar dat was wel belangrijk. Ga je meeplassen en handen wassen? Ik wil niet. Waarom niet? Omdat ik in mijn bed. Oh, ik wil ook slapen. Maar dat gaat niet, hè. Elke keer opnieuw vraagt hij die aandacht. Iedereen is al zijn handen gaan wassen of iedereen heeft al opgeruimd. En hij maakt daar een momentje van een ons momentje. En hij heeft die nodig, die ons momentjes. Mm-hmm. Maar misschien kan je dat een beetje ondervangen door na te gaan denken, oké, met een emmer, met mijn plusjes, hoeveel heb ik hem al vandaag plusjes gegeven, dat hij niet in dat negatieve moet gaan om aan zijn volle emmer te kunnen komen. Door eigenlijk preventief positieve aandacht te geven, dan zal dit interventie, wat je hier eigenlijk doet, minder nodig zijn. Kom, we gaan onze handen wassen. Daarnaast kan samenspel ook dienen als een interventietool, waarbij je echt gaat focussen op een bepaalde kleuter die het moeilijk heeft. En dan ga je echt heel bewust momenten inplannen in je week dat je gaat samenspelen met die bepaalde kleuter en ga je heel erg werken aan die band en ga je die band proberen hechter te maken. Ga je dan wel mee naar binnen komen? Waarom niet? Je kan hier niet blijven zitten, hè? Iedereen zit binnen. Als je met hem ook zou samenspelen, dan, hè, dus op vaste momenten, is dat ook wel belangrijk dat je dat visualiseert voor hem. En dat hij ook weet dat er zit aan te komen. En dat kan er misschien ook voor zorgen dat hij minder die momentjes extra gaat eisen, omdat hij weet, er komen momentjes voor mij. Soms raden we ook aan om echt zelfs met een zandloper te gaan werken, hè, die dan bijvoorbeeld een kwartiertje is, waarbij je ook echt weet van, oké, we hebben tijd samen, maar als het gedaan is, is het ook gedaan. Opruimen! Andy maakt rommel in de huis. Ah, dan gaat hij het moeten opruimen. Ja, huiszoek opruimen. En toch zal het moeten. Wat een rommel eigenlijk, amai. Ja, het was echt een grote rommel. En hij wou niet opruimen, dus dan dacht ik, nu is het genoeg. Je hebt hier gespeeld, dus je gaat wel moeten helpen. Ja, het was al 2-3 keer vandaag gebeurd en dan... Ja, ik was het beu. En ik zag aan zijn gezicht dat hij ook... Ik zou er weer 10 minuten moeten op inspreken en ik had er geen zin in. Andy, ruim op alsjeblieft. Waarom niet? Ik heb het wat gehad nu. Nu ga je terug even naar de tweede kleuterklas, want ik ben het echt wel beu nu. Ik heb heel veel geduld, Andy, maar nu is het een beetje te veel. Warm en hoog.
te veel. Ik vind dat heel goed dat je hier je grens aanvoelt. Van kijk, ik heb al de hele dag keihard mijn best gedaan, maar het zou nog eens moeten, ik kan niet meer. Ja, en dat je die grens ook naar hem communiceert, van kijk, ik weet dat ik heel veel geduld heb, maar nu is er echt over, man. Nu is het echt genoeg. Ja. En hem dan ook inderdaad verplaatst naar iemand anders die nog energie heeft om met hem om te gaan. Ja. Dus dat je ook de hulp zoekt van andere leerkrachten in de school en in de klas is hierin heel belangrijk. Kinderen moeten ook goed weten, wat is een straf die kan volgen voor welk gedrag? En dit is heel duidelijk. Hè? Ik verwacht nu dat je opruimt, hier stopt het. En ik vind dat je dat ook naar de toekomst toe terug kan gebruiken. Van, hij krijgt een kans, hij kan tot rust komen, maar hier is de harde grens. En hier stopt het. Ja. Dat mag. Oké, en dan vrijdag. Deze ochtend kwam Andy toe en hij kwam spontaan de tekening mij brengen die hij gisteren had gemaakt. Ja. Waarom dan? Omdat gisteren. Je was heel boos, hè? En een hele dag eigenlijk. Vond dat eigenlijk niet zo leuk, Andy? Maar ik vind het wel heel leuk dat je een mooie tekening hebt gemaakt. Ik heb dat ook eventjes besproken met hem, van waarom geef je mij een tekening? Dan zei hij voor het goed te maken en waarom, wat heb je goed te maken. En vandaag was een goede dag, dus ik ben wel tevreden. Ik ga hem straks omhoog hangen in de klas. Dat is mooi. Zie ik u wel heel graag hoor, Andy, maar als je zo boos bent, dan maakt het mij wel moeilijk. Dat is wel ongelooflijk knap, hè? Na zo'n week, die dag die vrijdag start en je begint eigenlijk echt niet alleen gewoon neutraal, maar positief, hè? Ja. Ik probeer dan ook van, een nieuwe dag, een nieuwe start, ja. Nee, dat is heel knap, want je stikt het ook niet onder stoelen of banken dat de voorbije dagen lastig waren, hè? Maar je bent wel heel blij met de tekening, hè? Maar met andere woorden, je krijgt wel een nieuwe kans voor mij en kom er nog eens dichtbij, hè? En we gaan er samen een mooie dag van maken. En hij laat jou ook toe. Hè? Hij voelt dat hij bij jou terecht kan. Hij voelt dat hij bij jou nieuwe kansen krijgt. Hij voelt dat jij hem graag ziet. Je toont het hem, je zegt het hem. Ja, en dat is inderdaad voor hem belangrijk voor de rest van zijn leven. Ja. We zien bijvoorbeeld uit onderzoek ook dat kinderen inderdaad met een minder goede hechting van thuis uit, dat die het vaak moeilijker hebben in de rest van hun leven. Maar de andere personen de rol van die hechtingsfiguur een stukje kunnen compenseren. En dat is wat jij hier doet. Hier compenseer je het een stukje en hier zorg jij dat hij toch het gevoel krijgt van ik ben goed zoals ik ben. En ik mag ook fouten maken, maar ik mag opnieuw beginnen. Ik ben super blij dat je vandaag een goede dag hebt. Maakt mij blij. Ik hoop als we hier terugkomen over 2 weken, dat we toch een aantal dingen wat anders gaan zien. Ik hoop eigenlijk dat Adam misschien iets zichtbaarder in de klas aanwezig zal zijn. Daarmee bedoel ik dat je de interactie tussen juf Jelke en Adam iets meer gaat zien. Dat hij misschien zelf spontaner wat meer contact gaat zoeken met haar. Dat is alvast iets wat ik hoop te zien als we terugkomen. Ik hoop ook te zien dat Andy wat minder woede bij stelt. Hè. Dat Jelke meer preventief kan werken aan haar band met Andy door bijvoorbeeld die momenten van spel in te bouwen. Ik hoop ook dat ze aan de manier waarop ze met Andy nu al omgaat, blijft verder zitten. Hè. Dat ze blijft consequent zijn, dat ze blijft positief ook met Andy om te gaan, knuffels geven en zo verder, want daar is al een mooie band. Ik denk dat die nog alleen maar mooier kan worden. Goedemorgen. Dag Juna. Hey. Ben je genezen? Heel ja, en nu ben je genezen. Ik ben een hele week ziek geweest. Dag Adam, goedemorgen. Ik kwam deze ochtend dus naar school dat ik in mijn hoofd had van bewust ga ik met Adam nu spelen. Maar ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo vlot ging gaan. Oké, kijk goed aan het bord wat er open is. Wij gaan 10 minuten een klein boekje kiezen. 10 minuutjes. Ik ga het
vaak gedaan. Ik had eventjes met hem dan meegespeeld met de Lego. Ik keek wat Adam deed en ik imiteerde zijn gedrag. Dus eerst zonder woorden en dan kwam spontaan dat gesprek eigenlijk op gang. Ik had je gisteren aan Mila. Zou het erop kunnen? Ja? Waar dan? Misschien dat ik die blokjes er wel moet doen. Zo dan? Oh, amai, nu kan hij rijden, dankjewel. Ik heb niet een film gezien over zo'n zombies. Maar die dat zo gewoon zo'n oh, had je dan geen schrik? Een beetje. Ja, dat zal wel. Oh. Ik dacht dat hij wel zou accepteren dat ik naast hem ging zitten en meespeelde. Maar dat hij dan direct ging vertellen over Marokko en over zijn dromen, dan, ja, dat verbaasde me eigenlijk wel dat het zo snel ging. Dat betekent... En hoe zeg je dat? Salam. Zo, salam. Het is wel geen gemakkelijke taal hoor, om te spreken. Nee, dat is niet. En wat? Kan ik op de poepen? Amai, super. Misschien is dat een teken dat hij wel... dat hij me wel graag geeft, maar dat hij even bevestiging nodig had van... Ah, de juf is hier. Ze heeft mij gezien en... Ja, ze ziet dat ik er ben in de klas en dat hij nu de klik heeft gemaakt om mij spontaan dan van alles te vertellen, hoop ik. Zo, Zoe is ziek. Lucas is ook ziek. Israëlla? Waar is Israëlla? Ah, mooi. Wij gaan eerst plassen en dan de turnzak nemen. Tijdens de turnles heb ik tegen Andy gezegd om even in de klas te blijven. Dan had ik de symbooltjes uitgelegd van samenspelen. En dan ook het kaartje waarop dat hij de bal in handen heeft. Ik heb kaartjes. Wat zie je hierop staan? Een kangaroo. Een klein kangaroetje met een bal. Dus dan had ik uitgelegd dat hij na de speeltijd een hoek mocht kiezen. En dan 10 minuten ging ik dan met hem samen spelen. Afgesproken. Een hele harde. En hij heeft voor de luisterhoek gekozen. Daar kan je maar met twee in zitten. Dus was het alleen Andy en ik. Hij zal nood gehad hebben aan een momentje met de juf waarschijnlijk. Kijk hier. Ondanks als hij een woedeuitbarsting krijgt of iemand heeft pijn gedaan, ga ik mij houden aan die afspraak. Hij heeft daar nood aan en ik vind dat ook wel aangenaam. En ik ben blij dat hij daar zo van geniet. Ja. Ik vond het wel leuk dat hij dan ook zich aan de afspraak hield van 10 minuten zijn gedaan. Ah, oké, de juf gaat weg. Ook al vond hij het waarschijnlijk jammer, maar hij was niet boos of hij zeurde niet, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja, dan moet ik ze nog hebben. Ja, ik heb dit genoeg. Oh, wauw. Super. Zeg, in de boekenhoek liggen er nieuwe boekjes. En ook foto's van als we naar het bos zijn geweest. Dus je kan daar altijd... Ja, ik ben tevreden, dus hopelijk blijft dat de komende dagen ook zo. Met wat ik vandaag en eigenlijk op de beelden heb gezien, voel ik heel veel vertrouwen in Jelke, hoe dat zij omgaat met relaties, met kinderen in het algemeen en ook in haar groeivermogen als leerkracht. Dat is een leerkracht die alle tips heeft opgezogen en onmiddellijk heeft toegepast. En dat was fantastisch om te zien. Het moet toch ook raar zijn voor haar, hè? Ja, jongen. Ja, wat gaan wij doen? Wij gaan in de hoeken spelen en dan ga ik met Andy gaan we samen spelen. In welk hoekje wil jij spelen? Ik in de pophoek. 10 minuutjes, ik ga de zandloper erbij zetten. En als ze om is, dan ga ik in een ander hoekje. Okidoki? Ja. Oké. Gaat ook. Gaan we eten? Oei, we moeten zien dat de spinnetjes hier niet aanbranden. En kookheks, hebben we nog veel tijd nodig? Wauw, mooi. Je komt straks eens kijken naar dat. Zijn de spinnetjes ook, hè? Ja, hoe was het om mee te spelen? Ja. Leuk eigenlijk. Ja. Dat zag je ook echt op jouw gezicht. Ja, ik vond dat ook een heel mooi samenspelmoment, hè. Zo het samen lachen
Ja, jullie waren daar ook ontspannen, fijn, verbinding aan het maken. Eentje misschien. Of nee, twee spinnen wil ik. Nog een dessertje naar gaan zoeken. Ja, een dessertje. Ik al een beetje. Belangrijk inderdaad is dat het samenspel is niet alleen goed voor kind, maar ook voor de leerkracht. Dat is een piratenwinkel. Is dat een piratenwinkel? En ik denk dat juf Jelke ons dat heeft laten zien wat dat kan betekenen voor de kinderen. Dat zag je in de ogen van Andy, dat zag je in de ogen van Adam. Ja. En dat zag je ook vandaag in haar ogen. En dat blijkt ook uit onderzoek dat dus als je gaat samen spelen, dat ook de stress zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten vermindert. Ja, doe maar. Vergeet jij niet Andy te prijzen, want hij is keiflink bezig. En even plusjes bijzetten. Goed. Wat? Oh, zeg, jij bent wel heel flink aan het spelen, hoor. Bravo. Nee, ze zijn al met vier. Jij kan straks. Dat is oké. Doe het maar uit, hè. Waarom is het niet zo? Anders ben ik een keertje rust. Nee, dank je. Wat zeg je? Oké, nog 5 minuutjes dan. Oké? En dan opruimen. En dan het opruimen. Ja. Dat was een verrassing. Ja, het verliep vlot bij Andy, het opruimen. Dus dan heb ik hem wel extra ook beloond en bevestigd. Ja. En hij is eigenlijk heel vlot mee naar boven gekomen. Hij heeft heel veel aandacht gekregen van jou. Dus waarom zou hij nog extra negatieve aandacht moeten krijgen? Hij heeft een flinke dosis gehad. Mieke, moet je wel nog iets vertellen? Zo zeggen we dat eigenlijk ook bij Samenspel. Jij gaat hem volgen. In zijn spel op gepaste momenten volgen om te sturen. Ja. Zodat hij nadien eigenlijk makkelijker jouw sturing aanvaardt. Wij gaan in de hoekjes spelen. Amir, jij bent al in de timmerhoek geweest. Hè? Dan is het nu aan Lusandro. Ik ga eens kijken. Lusandro, Ayoub is er niet, Sanne ook niet. Ah, Andy, je hebt geluk. Lusandro en Andy. Hou je aan de afspraken. Voorzichtig met die zagen, met de hamers. Jullie mogen een hoekje kiezen. Ik mag eerst de hand. Zoals de kring gaat. Kom, we gaan eens kijken wat boeken er allemaal zijn. Boekenhoekjes open. Boekenhoekjes open. Ga jij boekjes lezen? Ja. Oké. Hemir? Hernis heeft eigenlijk al de hele tijd een moeilijke dag. Ja. Hij was op kwaad daarnet en hij had zich teruggetrokken in de hoek hierboven in de kring. Juf Jelke had dat opgemerkt. Ze was naar hem toegegaan en ze had hem voorgesteld van ja, weet je, kom toch eens mee naar beneden en kunnen we samen iets spelen. Gaan we een spel spelen? Deze? En jij mag kiezen wat? Bij de puzzeltafel met jou. Ja, gaan we? Allee, kom. Dat was voor hem wel motivatie om toch weer te participeren en naar beneden mee te komen. Dus nu zie je het kind eigenlijk, dus zie je Hermes eigenlijk opleven. Hè, en zie je dat hij er ook wel van geniet. Oh, ik zie dat je blij bent. Hij is weer helemaal betrokken in de klas. En dat is te danken aan Jelke die zo sensitief was om op te merken dat het niet goed met hem ging en hem een alternatief voor te stellen. Wat zeg je? Die ballon. En neem jij nu de hamer en dan straks eens wisselen? Nee. Gaan we de zandloper van 3 minuten omdraaien en dan wisselen we? Nee. Andy, je kijkt niet naar mij. Andy? Ja? Wat is er? Nee, stop even. Stop. Ja. Wat is er? Wat is er? Je hebt dat al zo supergoed gedaan hier in de timmerhoek. Wat is er nu? Ik ga dan toch. Wat vind je niet tof? Kof. Nee, toch alleen. Je wilt alleen spelen, dat gaat nu niet. Het is een hoekje voor 2. Nee, ik wil alleen spelen. Ah, maar je kan toch hier zagen aan Lusandro? Hier. 3 minuutjes en dan de zaag aan Lusandro. Wat gaat er nu? Er zijn geen 2 zagen. Ah nee, dus 3 minuutjes. Maar, afgesproken? Ja. Afgesproken? Ik wil geen high five. Dan is het niet afgesproken, hè? Dat doen we altijd. Maar, afgesproken, Andy? Ja. Maar kijk dan in mijn ogen, kijk dan niet graag als je niet naar mij kijkt. Afgesproken. Jelke. Zo zeg. Allee, 3 minuten. Aan de afspraken houden. Hè. Nee, je weet je niet.
Hallo, ik ben de Ik denk dat dat niet kan, Andy. Jij draait de zandloper weer om. Je houdt je niet aan de afspraken. Kom maar uit de timmerhoek. Jij kan er dan niet naar, Joep. Ik vond dat nu niet zo fijn, Andy. Nee, niet doen. Ga je bij Kikkertje rust? Denk na voor je iets doet. Andy, denk na. Andy, denk na voor je iets doet. Ja, knijp dan niet mijn hand als je boos bent. Ga je bij Kikkertje rust? Nee. Wat ga je dan doen? Ajoep, laat me nu eventjes. Laat me nu eventjes. Ik kom straks. Andy. Mag ik mijn ketting aanhouden om de ijsberen te halen? Nee, jij gaat nu je ketting uit doen. Rustig. Het is goed dat je rustig bent. Het is goed dat je rustig bent. Ga je met Joefkatje meegaan? Nee. Ja, de ijsberen. Kom, ijsberen, wij zijn weg. En dan is hij meegegaan met de zusleerkracht. Dus al bij al viel de woedeaanval wel mee, denk ik. Toch in vergelijking met de vorige keren. Ik kan ook niet van hem verwachten dat hij nooit meer boos gaat zijn. Want hij is nog altijd boos, maar hij probeert het wel te beheersen en dat het niet een uitspatting wordt. Dat is wel een groot verschil tegenover 2 weken geleden. Kan je het proberen te achterhalen wat de relationele behoefte van Andy op dat moment dan was geweest? Op dat moment? Hij zei wel van, ik wil gewoon alleen spelen. Misschien wel wat meer aandacht van mij, maar alhoewel, hij heeft gewoon zitten spelen, dus... Nee, ja. Ik denk dat het aansluit bij wat je zelf zegt, dat hij eens eventjes alleen wou zijn. En misschien moet je daar eens over nadenken, hier in de klas. Hè, ik heb hier achter mij staat ook het keuzebord, ja. Met hoeveel ze per hoek kunnen spelen. Nooit alleen, hè. Het is nooit alleen. Juist, het rustbankje is wel alleen, maar dat is geen activiteit. Nee. Dat is geen activiteit waar dat hij uitdaging of prikkeling kan vinden, zonder... dat je ook nog eens rekening moet houden met delen met elkaar, om de beurt. Ja, dat is altijd uitdaging. Ja. Dus misschien kunnen er een paar hoeken zijn, daarom niet altijd, maar eentje waar dat je een getalbeeld met een 1 kan zetten, ja, waar dat ze dan eens alleen kunnen spelen. En wie weet is dat voor Andy wel de manier om eens even... Ik ben hier aan het spelen, ik mag doorspelen en ik hoef met niemand rekening te houden. Misschien kan je dat eens uitproberen. Ja, ik ga er eens over nadenken. Okay. Hoe is het dan verder gaan? We hebben nu ook nog op de speelplaats zien wat nu aan. Ik kan niet. Maar je kan bij mij toch zitten? Wil je graag die step misschien? Ga je me dan eerst vertellen waarom je zo boos was in de timmerhoek daar straks? Ik ga niet meer in de timmerhoek. Oh, maar je moet daar niet altijd in, hè? Maar ik vond het wel goed dat je niet... Je was wel boos, maar je hebt niet met iets gegooid en zo. Dat maakt mij heel blij. Dat vind ik heel goed van jou. Ben ik soms ook eens boos. Ik denk dat hij misschien zelf ook niet echt kon plaatsen waarom dat hij eventjes gefrustreerd of zo was. En wat daar ook mooi bij was bij het gesprekje op de speelplaats, dat je dat ook erkend hebt. Hè? Van ja, ik weet wel dat je boos bent. Ik ben ook zo boos. Maar ik ben blij dat je niet volledig erin doorgeslagen bent. Ja. Dus voor hem is dat ook van, oké, ja, ik mag boos zijn. Hè, dat is normaal. Maar de juf ziet het ook wel dat ik mijn best heb gedaan om het niet te laten ontaarden. Dus dat was ook wel een heel mooi moment om te zien. Ik wil lopen. Ik zal je die step geven. Ga je mee? Kom, Lara, ik zal nog wat fietsen nemen. Er zullen altijd moeilijke momenten blijven in de klas, met en zonder samenspel. Maar het is belangrijk, denk ik, dat ze als team er voor elkaar zijn en ook voor de kinderen zijn. En dat voel je hier wel op de school, dat dat zo is. Ja.
Ik hoop, als ik naar de toekomst van Jelke kijk, hoop ik dat ze, als ze volgend jaar met een nieuwe klasgroep kinderen start, dat ze niet alleen gaat werken met de kinderen aan een duidelijke structuur, goede afspraken maken, haar klasmanagement, maar dat ze die eerste weken om een nieuwe klasgroep te leren kennen, dat ze ook gaat denken aan de samenspelvaardigheden en dat ze zich tussen de kleuters gaat zetten en met hen gaat samenspelen om op die manier een band op te bouwen met de nieuwe kinderen in haar klas en eigenlijk zo die relatie ook als doel ziet naast alle andere doelen die je hebt als je een nieuwe kleuterklas krijgt. Dat hoop ik te zien bij Jelke. Ik denk dat ze alles in huis heeft om relaties met kinderen op te bouwen, te verbeteren en die kinderen echt een goede verdere start te geven in het leven.